sorry. Ik denk dat... Oh. Drukte hier aan de... Schaafijs. Iedereen daar staan in de schaduw. Waar is die dame? We moeten snel lopen naar de andere kant. Ze zegt tempo. Nee, je wakker worden. Langzaam nou. Dus kunnen we straks niet meer oversteken. Het is een hele fel. Oeh, een hele drukte hier nu. Kun je met passen nog zetten? Ik kan verder vertellen dat je 9 gedaan. Zo mooi. Ja toch? Oh, we moeten rennen. Even door de drukte heen lopen. Iedereen staat hier omdat het lekker cool is. Staat iedereen hier? Waar zijn die anderen? Waar zijn ze? Kom! Oh my god. Waar is ze nu? Oh, hier. Zeg eens, hoe moet je niet mee kunnen als ze... Vanessa! Goeiedag. Goeiedag. Sorry. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij met u? Ja. Mooi zo. Je ziet het mensen, heel veel mensen op straat toch wel. De mensen gaan staan. En 49 jaar residentie. Daar toch? Ja. Kijk het hier. Oh, we moeten hier. Oh. Sorry. Al kan je daar lopen, dan lopen we weer. Nee, de regels volgen. Ja, absoluut. Dus. Ja. Waar het podium is. Ja hoor. Dank u wel. Zij weet wie Bianca is. Daarom volgen we haar. We zijn hier op het terrein van het paleis. Kijk. Oh, visje is al hier. We gaan niet kunnen staan daar, jong. Maar staan zo'n mensen daar? De ene verplaatst zich voor het dynamisch deel. Namelijk het defileren. Dankjewel. Zometeen zal de president plaatsnemen op een speciaal daarvoor gebouwd podium. Dat is hier daar. En dan zal een aanvang worden gemaakt bij het defileren. Mag ik voor staan met deze defileren? Zoveel mensen hier. Sorry, oh.
Zometeen hier de president staan om voor de parade. Maar jullie staan. Ik ga zometeen voor je piepen, hè? Mag dat zometeen voor je? Ja, ik ga iemand piepen, want ik maak ook foto's van haar. Maar dan is hier vaak iemand. Ja. Daar gaat de president komen te staan en daar komen de troepen vandaan, toch? Kijk maar vast over hier. Positief houden, vorige, nieuwe, lezen, even van dit moment genieten. Dat is Bianca, waar is Bianca? Wij mogen daar niet, Bianca, wij mogen daar niet staan. Weet je waarom? Ze zijn racistisch tegen de mensen. Sorry, discriminatory. Maar wie stond daar net? Daar stonden er wel mensen daar buiten zonder perspas.
Ja, we horen in de gaten toch. Bianca, we horen in de gaten, ja. Melvin, ik mag bij je komen hoor. Helemaal kom. Wat zegt hij? Huh? Nee, ik wil maar regels houden. Bianca zegt, ik mag daar niet staan. Maar is daar beter dan? Minusabizana? Ik denk... Trouwde iedere zich gereed maken om zometeen te defileren op deze herdenking van 49 jaar staatskundig onafhankelijkheid van, de Republiek Suriname. Mag ik u zo verder vertellen dat er straks ook een parachute show zal zijn en later ook nog... Dat is Melvin van elkaar. Melvin spreekt. Hij is de MC. Wist ik niet. Zomaar mijn karma. Maar als ik daar ga staan, is het laag. Ik kan liever hier staan. Sorry, ik ga toch maar hier staan, wel. Want als ik daar ga staan, we mogen daar gaan staan, hoor. Is dat gezegd? Ja, je mag. Ja, ja, ja. Maar het is dan laag, denk ik, voor beeld. Mm-hmm. Daar, ik kan hier van beter buiten uitzien en zo. We zijn tijdens om op COVID. Waar is hij? Hij is nog steeds niet weggelopen. Hoe lang hebben we ook een heb jij al gekregen? Nee. Zoals ik daarnet iets heb aangekondigd, heb je strakjes dus ook één parachuteshow. En nadat de verschillende eenheden gedefileerd hebben, heb je aan de waterkant een hele casting river demonstratie. Dus na het defileren, dan mag u u verplaatsen richting waterkant, waar een hele casting river demonstratie gehouden zal worden. Dames en heren, de eenheden hebben zich reeds verplaatst en maken zich klaar voor het dynamisch deel, namelijk het defileren. De president zal zo meteen plaatsnemen op een nogmaals daarvoor gebouwd podium en dan zal een aanvang worden gemaakt met het defilé.
Ik heb een green. Ik kan dan. Kun je zeggen dat is het protocol van de president? Nee, VP. Wie is dat? Dat is van de VP. Oh, je zegt goud aan, ja klopt. Maar nu hebben alle gasten zich gekeerd, hè? Want die gaan nu de andere kant opkijken, zoals je ziet. De troepen gaan hier naartoe komen, je ziet mensen ook allemaal lopen daarin. Maar er staan gewoon mensen voor ons, toch? Dus daar waar zij staan, snap je? Dus dan kom je mensen in je beeld. En hier sta ik toch een beetje vrij. Ik zie dat Melvin de NGO. Goedemorgen. Het wachten is nog op de troepen die hier naartoe moeten lopen. Zodat de president, die gaat daar staan, die daar zo, daar, om de parade defilé. Verdaus, de vorige keer had je een beelden laten zien. Dan kon ik zien dat toen de toenmalige president Wouters, stond hij toen ook hier of stond hij daar? Wouters was ook hier. Ook stond hij hier? Oh, dat waren de beelden toen, oké. Toen had je ook alles het hier. Alles gebeurde ook hier. Ja, ja, want ik dacht dat hij meer mensen om zich heen had toen hij stond te kijken naar DVD. Nee, no? Het was anders. Zet hem wat anders, no? Het publiek was meer vrijheid. Ja? Het publiek was meer. Waar de vrijheid onder, meer vrijheid onder Boutersen. Mensen mochten hier staan ook. Niet gelijk hier, maar er was dus wel. Oké. Waarom hebben ze nu zo helemaal beperkt? Jammer. En wanneer komt hij, Bart? Wanneer de mensen... Nee, hij gaat dus nu hier komen zitten staan. Aha. Dan. Jan moet dus hier komen. En dan pas als hij komt, komen de troepen? Ja. Oké. Okay. Zij zijn al gereden. Zij zijn al gereden, dus nu wachten op de president. Hij zit al daar. Maar was, blijft hij daar staan? Nee toch? Hij komt hier toch? Ja. Maar ik dus, die beelden die ik toen zag, liggen alsof Wouters daar tussen al die mensen stond. Maar dat kan dus niet. Nee, dat was dus ook gewoon hier. Oké. Okay. Wat ben je een lied dat je laatst liet zien? Ik weet niet meer welk lied het was. En toen zag ik de beelden. Het was vrijdag. Voor de onafhankelijkheid, deze week. En waren de beelden van. Het leek alsof hij ergens anders stond. Heb je even een probleem? Zoek maar je lief. De mannen zijn al opgesteld. En de president moet gaan staan. Wordt hij al opgehaald? Ik zie de Amerikaanse ambassadeur, ik zie de Franse ambassadeur. Ze mag gaan zitten. Die denken zo goed zo. Ik zie daar aardig wat gepanzerde mannen staan. Ja? Die mannen hebben. Die mannen helemaal in vol ornaat. Oké, deze mensen komen als schuiven al hierheen. Dus ik denk dat er wat gaat gebeuren. Er begint dan wat beweging te komen, of is het een schijnbeweging? Oh, dan. Deze zijn nu hier opgesteld. Ze gaan mooie poppen spelen ook. Twee mensen. Dat is een festijn. Daar.
De president moet nu komen. Mensen staan allemaal in de zon te wachten. Hesbiting, hesbiting. Waarom duurt het zo lang? Waarom duurt het zo lang? En dan hierna stop ik ermee en dan ga ik gewoon eventjes genieten. Hebben jullie het meeste gezien wat er te zien valt? Het wachten is nu op de president. Wat is hij aan het doen? Aan het eten? Of in het toilet? Niks zegt iemand. Melvin, wat gaat er nu gebeuren? Takwansani, no? Waar wachten we nog op? Zo mag het protocol weer. Verdoos. Waar wachten we nu op? Op de president. Maar hij zit toch daar? Hij moet toch alleen maar doen. Protocol. Aan het begin, een protocol. Ik zag al. Dames en heren, de president van de Republiek Suriname, in zijn hoedanigheid als opperbevelhebber der strijdkrachten, zal zometeen begeleid worden naar het defileerpunt. Ik moet u vertellen dat de korpschef van de korpspolitie Suriname en de bevelhebber van het Nationaal Leger de president zullen flankeren. Oh, misschien was dat, heb ik het gezien. Van Bouters, want hij stond niet alleen volgens mij. De plaats waar de president zal staan is het defileerpunt. Oké, men kan komen. Hij kan nu komen. Zometeen krijgt u ook de vlaggedragers. En dan krijgen wij de eenheden van het Korps Politie Suriname. Het wachten is op de begeleiding van zijn excellentie. Begeleiding schiet op. Zo wij doen. Het is eigenlijk ook niet handig. Iedereen bonk zijn tas hier. Een kapura tas. Zomaar wat tas. Veer, in de kapura tas even. S, dit is zo jeugd hoor, S. Chef. Een kapura tas even met je knap dat zie. Zien ze? Kapura tas daar, hè? Nou, je. Sorry. Dankjewel. Dan kan het. Ja. Het is zwaar ziek, look at that. Thank you. Yes, dan ga ik hier staan een beetje. Man, gewoon even snacks. Alof. Waarom? Oké, protocol. Moet ik op president nog? Boy, ik ben helemaal niet schön hoor. No. Ik ben helemaal niet schön, Herman. Ik zie wat schijnbewegingen hier ook. Visje? Nee, ik ben als vegetarisch. Is dat vegetarisch? Mooi. Nee. Bittere ballen en kroket. Sowieso hebben ze er kinderen. Bittere ballen ook nog? Ja, precies. Die chipietjes strakken. We zijn allemaal te wachten hierop. Nou, dit is wel een beetje slordig hoor, vind ik.
kunnen. Oh ja, is waar. Zo lang moeten we wachten. Ik ben niet lekker. Hè? Ja, daar. Ik ben bang niet wat er helemaal prijs is, hoor. Dan is het ook bang niet wat er. Ja, ja. Nou, jongens, kom op even. Nee, dat zul je net zien dat ik het uitdoe. Dan komt hij. Nee, maar ik bedoel, kom op man. Zit hier een Tori te praten of zo? Ik zie er weer. Wat is dit? De korpschef van het korpspolitie-drama en de bevelhebber van het Nationaal Leger worden door protocol eerst begeleid naar het definieerd punt. Nou, kom op dan. Hoi, Leboem. Zij zullen de president flankeren. Waarom niet? Ik ga het niet. Zeg maar niet. Allang. Oh ja, dat is waar. En zodra de president plaats heeft genomen op het DVD-punt. Daar komt de korpschef. Hup, hup, hup. De vlaggenwacht. Oh. Aankomen. Ja. Gevolgd door de eenheden van het korpspolitie-Suriname. Meneer Isaacs, loop snel nou. Een beetje tempo. De korpschef wordt al begeleid. Samen met zijn adjudant. Ja, gaat de korpschef staan, Brian Isaacs, de KC, zoals ze hem noemen. Geen KFC, maar de KC. Nu is het wachten op de kolonel van het leger, denk ik. De bevelhebber van het Nationaal Leger wordt ook begeleid. Samen met zijn adjudant. De bevelhebber van zijn naam is de Chinese naam Hikui. Werner Kiwasen. Kiwasen. Thank you, Valerie. De bevelhebber van het leger met zijn adjudant komen er en die gaan staan. En dan, als het goed is, komt de president nu. Oké. Okay. Oh, die mannen zijn ter plaatse, of zijn er twee groepen zijn er. Ik politie, kapel en militair. Ah, politie, kapel. Zeer geachte aanwezigen, de president van de Republiek Suriname, in zijn hoedanigheid als opperbevelhebber der strijdkrachten, wordt dit moment naar het defileerpunt begeleid. Oké, daar komt de president aan. Even voorzichtig van het trapje lopen. De mevrouw van het protocol die begeleidt hem. Hij is een militair. Zij loopt een beetje vlot, je kan zien, ze denkt van kom op, kom op. Zo, hebben we daar staan. Okidoki. We zien hem
Een beetje slecht. Moet we niet groeten. Het wachten is op de vlaggenwacht. Dan zit ik jou in de weg. Hier, Joko. Wat was dat stilte? Okay, let the games begin. Wachten is weer, I don't know of wie. We hadden nu de president wachten. Nou. Dames en heren, uw aandacht voor de vlaggenwacht. Oké, daar komt wat aan. De vlaggenwachtcommandant is luitenant Sedok en de vlaggedrager is luitenant Stoltenburg. Korpschef en de bevelhebber bij de, in ook de militairen en de politie groet. Nee, komt wat, kom wat. Mensen, deel jullie deze live voor de anderen die niet weten wat er gebeurt. Ze kunnen meegenieten. Zeer geachte aanwezigen, de eenheden van het Korps Politie Suriname zijn in aantocht. Ik hoop dat ik voldoende dingen heb.
batterij. Anders is het jammer. Ik heb net 37. Ik heb wel mijn andere. Ik heb ook mijn powerbank vergeten. Nou, zien we de woordvoerder lopen, de heer Kensmeer. Hij praat met de microfoon. Hij hoort het. De eenheden van het Korps Politie Suriname worden begeleid door de motorsurveillance dienst. Onder leiding van onderinspecteur van politie, Waterberg. Je moet goed kunnen balanceren hoor, want je rijdt hier niet hard. Zie je. De drukband van de politie, we hebben de tamometer. Dat is onze eerste vrolijke tamometer. Dat is de majoor van politie, Natasja Francis. Een applaus voor onze eerste vrolijke tamometer. We hebben de volgende
inspecteur van politie Heukenfrouw, inspecteur van politie tweede klasse, de Pincha Pinas. En de volgende peloton wordt geleid door de pelotonscommandant, de inspecteur van politie derde klasse, Diego Ruijverdal. De peloton wordt geleid door de inspecteur van politie derde klasse, Panza Polizio. De inspecteur van politie derde klasse, volgende peloton, dat is Soetewit Promo Winston. En dan hebben we volgende peloton, wordt geleid door de inspecteur van politie derde klasse, Bernard Melvin. Company commandant, hebben we hier de inspecteur van politie derde klasse, Stephen Bas. Boven de peloton wordt geleid door de andere inspecteur van politie, Ludwig Misijan. Daar komen de recruten van de politie in aantal, wordt geleid door de pelotonscommandant Moria Vikrama Gerold, inspecteur van politie derde klasse. Zijn de recruten? Volgende peloton wordt geleid door de onderinspecteur van politie, Fabre Steven. Dan wordt de peloton van de mobiele eenheid geleid door de brigadier van politie, Koolman. Gevolgd door de eenheid en een combinatie van arrestatieteam en RBT, wordt geleid door de inspecteur van politie derde klasse, Carlos Subrayan. Een applaus voor de eenheden van het Forensische Politie Suriname. Dank u wel. RBT,
TV, sorry. Politiekorps gehad en nu komt het Surinaams leger. Oh, ik dacht dat je tegen iemand zei, Sharda, van nu pas hoor ik je dosti. Ik weet dat het niet pop was. Nee, iemand zei, ik hoor het niet pas. Dan staat Star News weer interessant te doen. Hi René, groet mooi. Nu. Oh, daar hebben we daar de militairen, hè? Ja. Het Nationaal Leger is in aantocht. U hoort in de verte muziek van het Nationaal Leger. De tamboe met de corporaal de eerste klasse, Lionel Persson, gaat u dus zo meteen zien. Want je eerder moet komen hier, ik zeg het net. Hij is lang genoeg, ik ga over mijn hoofd. Ja, hij moet niet. Nee, jij moet scheiden zomaar. Je hebt me lang niet gezien, hè? Ik heb je lang niet. Is dat je ververing? Van het Nationaal Leger worden begeleid door de motorescorten van het Korps Militaire Politie Suriname. Hij is ook een van ze, hij zit hier. Melvin is ook een MP. Onder leiding van de sergeant-major Baan. Oké mensen, ik hoop dat ik nog niet tegen dat mijn telefoon het nog houdt. Maar je hebt het grootste deel te gezien. Van het Nationaal Leger. Je moet goed kunnen balanceren. Tak, 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 tak. De drummender Nationaal Leger met als tamboermenter kopraal de eerste klasse Lionel Persson.
En dan wel de bestaande Fransen. Dat als commander. Maar moeilijk niet. Dat als commander Frans Wink. Kijk ze met een mooie witte pad. En de eenheidscommandant is de kapitein Ahmad Rachel. Commandant door de infanterie met als CC de kapitein S. John. Da 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 da
Tara. Ook de kerstrusten van het korps, speciale troepen, doet mee aan de defilé. Ik ben zo wel aan. Mami druk. Is goed, ik ga je wel aan doen. Met mijn pakking, weet je hoe zwaar het is? Oh my god. Het tweede peloton van de cursisten van korps speciale troepen. En als je goed kijkt, gaat u zien dat er ook elkers aanwezig zijn in dit peloton. Dit is een heel apart pak hè, dat zij hebben. De Frans ook hè. Was schort, hè? Hoe zijn ze? Hoe zijn we zelf een bijl? Het is een bijl. Op deze evening hebben we een verrassing. We hebben speciale gasten uit Nederland. Met de Nederlandse eenheid en ook een muziekkapel van Varen. Onder leiding van de tamboermetter Martijn van Tent. Een speciale verrassing op deze schrijfdienst. Oh, de mensen klappen voor ze, hoor je dat? Voor de jongetjes. De jongetjes zijn normaal op tijd, maar nu niet. Wie zijn die met die schort? Wat dan? Malcolm. Wie waren ze met die schort? Maar was de eenheid in het afdien? Werken. Ah. Een bijl en oké. Okay. Zijn de mensen die in de gevangenis normaal werken in Frankrijk, hoorde ik van de dame. Nou, de Nederlandse eenheden, muziekkapel van Varen, onder begeleiding van de tamboermetter Martijn van Tent. Fransen zijn dit wel een speciale, ik begrijp, gevangenbewaarders. Marsmuziek, hè? Een eenheid peloton van de militairen van de jungle training onder leiding van de majoor. Jungle training. Zo aanstonds krijgt u het rollend, de rijdende kolonne van het, dan is het klaar. Nationaal Leger van Suriname. De Fransen waren met schort en bijl. In Oceaan bijl. Met het publiek helemaal losgaan daar. Dat is leuk. En de rijdende kolonne wordt begeleid door het korps militaire politie. De rijdende kolonne onder leiding van de eerste luitenant Cario G. Wilson.
van het Nationaal Leger. Met als wapening P-30. Waar moet hij plaatsnemen? Oh, hij moet eerst. Oh, okay. Dus hij komt officieel, wordt hij afgemeld, zeg maar. De paradecommandant gaat het geheel afmelden bij de opperbevelhebber der strijdkrachten. Wat zeggen ze? Ja, dank u wel. We gaan weer. We gaan doen. Dat vroeg ik niet van die keren. Ah, het is van mij is het bijna leeg, mensen. Het is bijna uit. Dus het is ook afgelopen. Dus dank u wel. Tot de volgende keer. Ik ga eruit. Ik denk dat je nog wat beeld ziet. Maar... Dan gaat de president terug naar zijn plek. Dan barsten de feestelijkheden. Ja. Mag ik de protocol van het Nationaal Leger vragen de opperbevelhebber wederom te begeleiden naar zijn zitplek?